Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel. Welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe serie van Excelsior 31 TV. In Koppen zonder Noppen blikken we terug met oude bekenden op een tijd bij de club. Vorige week zagen we het eerste deel van het interview met Cenk Oeguz. Zijn leven veranderde na een motorongeluk. In deze uitzending gaan we het hebben over zijn voetbalcarrière. Cenk Oeguz mag in 2011 op proef bij FC Emmen. Een overstap lijkt dichtbij, maar toch gaat het niet door. Ja, dat was eigenlijk best wel een vervelend moment. Een moment waar ik ook in een dip ben beland, nadat het zo is gaan lopen. Ik mocht eigenlijk op stage bij Emmen komen. Nou, ik heb mijn stage daar afgerond, waarbij ik 2 wedstrijden heb gespeeld, ook 2 keer heb gescoord. Dat ging ook super goed. Dat was onder de tijd van René Haken. Uiteindelijk een gesprek gehad en ze waren geïnteresseerd in mij. Ik was uiteindelijk ook rond met de club voor een profcontract. Dat staat ook nog wel ergens in de kranten. Ik had handje geschud, ik moest alleen nog een krabbel zetten. Alleen ze waren te laat met de overschrijvingstermijn om mij over te schrijven. Dus uiteindelijk dispensatie aangevraagd bij de KNVB. Nou, dat mocht niet zo zijn. Dus helaas ging dat avontuurtje voor mij niet door. Ik heb daarna wel een jaar lang bijna meegetraind op de dinsdagen bij FC Emmen. Met als gevolg van, ja, dan hakken we de knopen door in januari. Alleen toen ging René Haken, die mij graag wilde hebben, die ging weg. En toen kwam een andere trainer. Alleen ja, die zag het niet in mij zitten. Dus zo was het avontuurtje voor mij afgelopen bij FC Emmen. Een proefperiode een jaar later bij Go Ahead Eagles leverde voor Cenk ook niks op. Daardoor mocht hij in de zomer van 2012 aansluiten bij Excelsior 31. We starten slecht. Volgens mij hadden we dat jaar ook een aantal blessures in het begin. We begonnen inderdaad niet goed. Waarna we het tweede seizoen, vond ik, goed hebben gedaan. Maar even terug, hoe zag de selectie eruit van Excelsior 31? Weet je daar nog iets van? Wat bedoel je qua... Qua spelers, welke zeker, namen zeker, ken je nog? Zeker, zoals ik reed samen met Andreas David, Marco Aiden, Dylan Voskuler. Die ken ik ook van vroeger natuurlijk. Vervolgens Dennis Mamoudov, Hakim Isafsafi, Davina, die er nog steeds speelt, Patrick Gerritsen. Dennis Rozink, Manuel Issa. Maurice Battels, dus Jan Borghuis. Kijk aan. Ja, ik ken er best wel wat nog. Alsof je de opstelling voor zaterdag moet maken, Cenk. Robert Wielens nog Robert niet te vergeten. Robert Wielens, inderdaad. Ja, ook ex-HSC 21. Ja. Een mooie selectie. Ja. En dan komen we natuurlijk bij de hoogtepunten met die selectie. Je noemde er al één. Ja. Spakenburg uit. Ja. Waren er nog meer hoogtepunten dat seizoen? Ongetwijfeld wel. Alleen wat mij echt is bijgebleven is Spakenburg. Ja, want het was zaterdag 6 april 2013. Rond 16:45. Op dat moment stand 2-1 voor Spakenburg. En dan gebeurt het in de 89e minuut. Komt je bal weer diep. En nu moet Excelsior natuurlijk oppassen, want er staat 1-1 achterin. Er moet ruimte weggeven. Excelsior, ja, komt de kant voor Oeguz. Oeguz, ja! Oeguz! Oeguz! Schiet de bal erin! Klas de bal! Fantastisch! Iedereen gaat uit zijn plaat hier. Iedereen gaat uit zijn dak. Wat een fantastisch gezicht om hier de supporters en de spelers van Excelsior toch nog een doelpunt te zien scoren. Fantastisch! Oeguz is de doelpunt te maken. Stand is op dit moment 2-2. Het was een behoorlijk belangrijke wedstrijd, want wij stonden er zelf ook niet goed voor op dat moment. En Spakenburg volgens mij ook niet. We moesten eigenlijk daar winnen en we stonden daarna 2-1 achter. En ik weet dat moment nog heel goed. Er kwam een lange bal en als ik het goed heb, kopte Robert Wielens hem door op mij. En eigenlijk schoot ik hem met mijn linker zo tussen de benen van de keeper door. Ja, dat was een emotioneel moment, de 2-2. Je zag ook het vertrouwen weer terugkomen in het elftal. En uiteindelijk scoren we nog de 95e minuut volgens mij, de 3-2. Wie gaat die bal nemen? Het is Andreas David. Een fantastische bal. Excelsior staat op een 3-2 voorsprong. Het is Emmanuel Issa. Oh, wat een fantastische goal.
helaas maar één seizoen voor Excelsior 31. Ja. Wat was daar de reden van? Ja, nou ja, Excelsior een prachtige club. Ik hoefde daar ook echt niet weg. De reden daarvan was... ik was in gesprek met SVZW en niet zozeer dat ik per se naar SVZW moest gaan. Alleen toen zat Paul Krabbe daar en die wilde mij graag hebben. Ook ex-HSC 21? Ex-HSC, ja precies. En ik heb veel geleerd van Paul Krabbe. En daarnaast wist ik op dat moment eigenlijk nog niet dat mijn broer Tjallar ook bezig was met gesprek. Dus daarom duurde het ook iets langer. En uiteindelijk kwam ik erachter dat hij ook in gesprek was met de SVZW. En eigenlijk was dat doorslaggevend, dat hij weer daar naartoe zou gaan. En ook onder Paul Krabbe. En dat ik weer eigenlijk samen kon voetballen met hem. En dat is eigenlijk doorslaggevend geweest voor mij om te vertrekken naar SVZB. Ja, voor Excelsior 31 een aderlating. Ja. Want we hadden op dat moment een aanvallende middenvelder waar Excelsior heel veel waarde aan had. Ja. Nou goed, helaas dus voor Excelsior. Uiteindelijk ben je dus naar SVZW vertrokken. Ja. En nu weer terug op het oude nest. Ja, helaas hekkensluiter. Jullie staan onderaan. Ja. Ja, kun je dat verklaren? Nee, als ik het kon verklaren, dan had ik er snel verandering in gebracht. We hebben inderdaad geen goede periode achter de rug. We zijn slecht gestart, wat eigenlijk niet bij ons hoort, vind ik. Ja, want vier verloren en twee gelijk, zag ik. Ja, dat klopt. Kijk, je kan beter een wedstrijd uiteindelijk weer verliezen en dan wel eentje winnen dan twee gelijk, vind ik. Alleen ja, we zijn inderdaad slecht gestart. Waar het aan ligt, weet ik niet. We hebben ook wel wat blessures. Hè. Twee pechgevallen, twee aanvallers die dezelfde blessure hebben opgelopen. Die onder het mes moesten. Kijk, ik wil het niet daarop afschuiven. Want er zijn ook andere spelers die positie kunnen invullen. Alleen het blijft wel vervelend natuurlijk. Ik geloof er nog steeds in dat daar verandering in gaat komen. De weg is nog lang. Dus we blijven gewoon met z'n allen vertrouwen in het team houden. En ja, we gaan ervoor. Ik wil nog tenslotte een vraag stellen. En dat is misschien een hele lastige. Maar hoe ziet jouw toekomst eruit? Ik kan me zo voorstellen dat je zegt van... Ja, na alles wat ik mee heb gemaakt wil ik niet echt in de toekomst kijken. Maar even gericht op het voetbal... Blijf je na je carrière in het voetbal actief? Of word je dan toch 100% personal trainer? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik heb veel meegemaakt in mijn periode van mijn ongeval. Dus eigenlijk, wat je ook net aangaf, wil ik niet heel ver in de toekomst kijken. Ik kijk wat de jaren mij gaat brengen. Ik weet wel dat personal trainer zijn mijn passie is. Om de mensen te helpen hun doelen te behalen. En vooral nu, wat ik heb meegemaakt, kan ik daar wel een bijdrage in leveren voor heel veel mensen die daarmee zitten. Of ik actief wil blijven in de voetbal? Ja, absoluut. Ik wil wel actief blijven. Alleen moet ik natuurlijk ook kijken hoe het plaatje dan gaat passen. Maar voor de rest kan ik nog niet echt zozeer in de toekomst kijken. Mogen we jou ooit nog weer op Excelsior een keer verwelkomen? Hetzij als analist of supporter. Misschien nog weer zien met een aantal jongens waarmee je gespeeld hebt. Bijvoorbeeld Nick Davina, want die oude rot die blijft bij Excelsior aan voetballen. Ja. Dus wat dat betreft, wees welkom. Ja, bedankt zeker voor dit interview. Ja. En ik wens jou heel veel succes, maar vooral heel veel gezondheid. Ja, dankjewel. Tot zover deze uitzending van Koppen zonder Noppen. Volgende week zijn we er weer. Dan spreken we met Erwin Leurink. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel.